Goedendag, dames en heren, en welkom terug bij Minecraft Sky Factory 3. Vorige keer zijn we hier begonnen met kippen. Ik heb er nog een beetje mee geëxperimenteerd, zoals je ziet. De laatste aflevering die hebben wij afgesloten dat ik de snowball chickens hierin deed. In deze nesting pens kreeg ik voornamelijk alleen maar de eieren. En die eieren die waren wel hogere tier. Hogere, want als we kijken naar de growth, de gain en de strength van deze eieren, dat was hoger dan die van de ouders. Dus dat zou hierin kunnen. Dat zou kunnen. Maar, wat ik heb gedaan is, Dork Utilities heeft een feeder. En een hopper eraan vast. Hier heb ik wat seeds in gegooid. En zoals jullie zien, we hebben nogal een grote hoeveelheid aan kippen lopen op het moment. Het is gewoon een experiment, gewoon een test. En deze kippen die had ik gewoon allemaal hierin gedaan. Zodat wij de snowballs zouden krijgen. En oh, die heb ik al in mijn inventory. We hebben al 16 snowballs. Dus deze kippen, we gaan het een keer uitzoeken. Zal ik even off-camera doen, want dat houdt in dat ik ze allemaal moet vermoorden. Maar, als we hier nou tussen kijken, en dan vooral letten op de growth, gain, strength, dan kunnen we hier dus zien, dit is een 1-1-1, maar hier hebben we ook al een 2-3-2, en een 1-1-2, en een 1-2-3. Dus dat is gaaf. Zo zou je dus de kippen naar een hogere effectiviteit kunnen brengen. Maar als we hierin kijken, is alles op de snow. Nee, hier is een log chicken 2-3-2. Dus als je dan elke keer de beste houdt en de rest eruit trapt, dan krijg je op een gegeven moment een 10-10-10. En als je daarmee verder breedt, dan hebben die baby'tjes daarvan, die hebben natuurlijk ook de 10-10-10 staat. En we hebben hier al eentje van 5-3-4, dus dat gaat op zich lekker. Maar, de lag is real, nu al. Dus we moeten wel zorgen dat we dat kippenbreeden vrij specifiek doen en een beetje goed in de gaten houden. En misschien is daarom deze nesting pens wel beter, zodat we de eitjes krijgen. En dan kunnen we die een specifiek eitje uitbroeden en die er weer in doen. Ik weet niet precies hoeveel dat dan omhoog zou kunnen gaan. Dat gaan we zien, oké. Maar dit laten we even voor wat of dat het is. Ja, het is mij verder wel goed. Wel had ik deze nursery monitor, die had ik hier geplaatst. En dat werkt dus eigenlijk best wel. Dan breed je al deze kippen. Hier komen de kuikentjes. Als die kuikentjes volwassen zijn, dan komen ze allemaal weer hier. En we hebben hier ook nog een snowball chicken. Maar we hebben genoeg snowball chickens. Nou, dit is meer dan genoeg. Dit is gewoon wel voldoende. Maar wat ik eigenlijk de vorige aflevering al met jullie wou doen in onze submarine die wij hier nou afgebouwd hebben. En deze aflevering die neem ik op voordat de vorige aflevering online is gekomen. Dus ik weet nog niet of jullie hier de speedbeeld ook van willen zien. Maar dit is de submarine geworden op het moment. En hier een kleine cockpit, daar kunnen ze een beetje kijken. Misschien maken we hier nog een keer zo'n scope. Dat ze naar boven kunnen kijken. Maar op het moment vond ik dat niet al te gaaf. Ik heb er ook maar een paar raampjes in gedaan. Want het is natuurlijk, en het is een onderzeeër. En het is een onderzeeër from hell. Dus ik vond de raampjes niet echt heel erg passend erbij. Ik vind hem wel heel grappig. En ik ben er wel blij mee. Ik ben wel blij met de beeld. Alleen, wat willen we daar nou in gaan bouwen? Dat is de grote hamvraag waar ik jullie de vorige keer mee heb laten zitten. RF Tools. Die heeft een blok. En dat is een shield projector. Ik dacht generator, maar gelukkig shield projector. De tier 4, een beetje te duur. De tier 3, dan moeten we eerst de tier 2. Eerst de tier 1. Nou, die zou niet al te moeilijk mogen zijn. Wat? Wat zijn? Wat? Boe, waar? Oké, we hebben geen allen. Is geen enkel probleem. Ook zullen we hier ook eigenlijk een draw controller ergens moeten plaatsen. Hier lijkt mij eigenlijk wel een hele goede plek. En dan zouden we daar ook die kabels, die kunnen dan allemaal rechtstreeks. Oeh, misschien is hier wel gewoon een hele goede plek. Kan die kabel rechtstreeks. Oké, dat gaan we eerst doen. Eerst gaan we dat doen. Mensen, let op. Drawer. De vorige keer heb ik het off-camera gedaan. Dit keer zal ik het even on-camera doen. Drawer controller is momenteel niet heel duur meer. De eerste keer dat we hem wouden gebruiken, hadden we natuurlijk geen. Oh, wat zijn we nog meer nodig? Oh, basic draw. Geen probleem. Wat? Wel een probleem. Huge probleem. We hebben hout te weinig. Oh, we moeten eigenlijk ook automatische setups gaan maken. Maar ik denk dat dat in onze volgende, in onze nieuwe base gaat worden. In ons spaceship. Dat we daar een
fatsoenlijke automatische setup neer gaan zetten. En dat wij een automatisch 200 of 1000 planken op voorraad hebben. Of gewoon zoiets, weet je wel. Dat lijkt mij altijd wel heel goed. Een beetje cables hebben we nodig. Nice. Oké, want wat we dan dus eigenlijk kunnen doen. Deze kabel die doet niks anders als filteren en het vervolgens er allemaal instoppen. Dat is helemaal niet meer nodig. Omdat we nou die drawer controller kunnen maken. Dus eigenlijk kunnen al deze kabels weg. Zeg ik dat goed? Ja, dan moet alleen die kabel ook verbonden worden aan die drawer controller. Denk ik. Waar gaat deze kabel heen? Oeh, die drawer die zullen wij moeten verplaatsen. En ook dat is goed te doen, want we hebben packing tape. Misschien heb ik dat wel in mijn tas zitten. Nope. Heel veel junk. Die tas is ideaal, mensen. Daar ben ik wel zo verschrikkelijk blij mee. Maar packing tape. Packing tape kunnen we gebruiken om hem mee in te pakken. Dan kunnen we hem oppakken zonder dat de inhoud verloren gaat. En dan zetten we hem gewoon daar boven neer. Maakt dan niet... Oh, crap. Ik wil hem niet zo hebben. Ik wil hem andersom hebben. Ik wil dat hij naar mij toe kijkt. Zo. Nice. Oké, dat is beter. En dan doen we de drawer controller daar. En zolang dit allemaal maar in verbinding staat met elkaar, is het geen enkel probleem. En zal dat dus gewoon werken. Die kan weg. Die kan weg. Die kan weg. En dit laten wij intact. Ja, dat laten wij gewoon zo intact. En dan kunnen we deze conduits weer gebruiken om pew te doen. Ik weet het, die hebben we allemaal net weggehaald. Maar nu gaan we ze disablen. Die ook. Disabled. Disabled. Zo, dan staat dat allemaal uit. En dan doen we hier dus... Oh nee, insert. Die gaat gewoon op insert. En als het goed is, staat die op extract automatisch op groen. Dat klopt helemaal. En dan plunken we gewoon een external storage van Refine Storage er tegenaan. En vervolgens sluiten we hem aan met kabels. Oké, dit is toch maar een tijdelijke setup. Want alles wat hier staat, alles gaat hier natuurlijk uiteindelijk weg, denk ik. Misschien houden we die auto-sieving en die power generation die hier een verdieping lager staat. Misschien houden we die wel op deze plek. Maar onze main refined storage gaat natuurlijk ook naar onze space station base toe. En die gaat hier weg. En helemaal omdat we hier toch al baggerframes hebben. En dan gaan we alles in de space station bouwen. Oké, nice. Wat waren we aan het maken? Drawer controller is gefixt. Die is nou dus aangesloten op ons proper netwerk. En dan kunnen we hem dus gewoon vanuit hier met autocrafting kunnen we dat dus gewoon gaan craften. Dan gaan we eens even terug naar RF Tools. Nice. Shield projector. Dat is wat wij wouden maken. En het zijn twee. Volgens mij zijn we twee nodig. Ik heb de setup niet helemaal duidelijk. Ik heb ook al een hele tijd niet gewerkt met RF Tools. Dus ook niet met een shield projector. En we gaan gewoon kijken hoe hoog het tier of dat we kunnen gaan bereiken. Ik verwacht vrij hoog. Eigenlijk, om eerlijk te zijn. Maar meer aan de andere kant, who knows. Oh, obsidian. Echt, obsidian. Damn it. Beetje meer, alsjeblieft. Kom op, lava, dat kan sneller. Oké, nee, het duurt me te lang. En ik verwacht dat we hier wel genoeg aan hebben. Hoop ik in ieder geval. Oké. Twee keer shield projector tier 2. En kunnen we hem nou ook nog omhoog krijgen naar tier 3? Hebben we dimensional shards? Wij hebben... Oh, exact! Exact genoeg dimensional shards voor een shield projector tier 3. En eigenlijk wat zo'n shield projector doet is... Het maakt een schild. Het is natuurlijk power nodig. Je kunt er de kleur geven. Je kunt de redstone mode ignored zetten. Of wat dan ook maar. En je kunt bepaalde dingen instellen. En hier... Kun je instellen dat het ook damage aan mobs doet. Dus eigenlijk hoopte ik een beetje dat wij met deze shield projector dat wij mobs dood kunnen maken. Die of dat wij erin spawnen. En dan weet ik niet wat het verschil is in die shield templates. Maar volgens mij is het gewoon echt helemaal niks anders als de kleur. Oh, verkeerde monitor. Wauw. Waar heb ik nou weer op geklikt? Waar zijn mijn... Oh, hier zijn mijn shields. Nice. Oh, crap. Wat is dat? Boel. Oh.
We hebben vast wel genoeg string daarvoor. Niet? Crap. Hier wel. Ook als ik mijn tools wil repareren. Oh, ik heb geen mending tools meer. Never mind. We hebben over 3 legendary loot bags. Ik ben echt vrij lang bezig geweest met het bouwen van die submarine. Ik heb er enorm van genoten, mensen. Echt heel erg van genoten. Dus dat is wel ideaal. Maar het heeft zo lang geduurd dat ik toch ook wel een vrij grote hoeveelheid aan mobs heb gekregen. En onze essence, van onze essence farm, die doet het ook heel goed. Hier zit nog niks. Laten we eens even hier beneden kijken. Dit is ook een setup, die hebben we best een tijdje geleden al gemaakt. Maar we hebben nu al 3 stacks van de hoogste tier. Bijna een stack van de ene hoogste tier. En de rest is dan natuurlijk allemaal leeg. Want hij gaat eerst de hoogste tieren maken. En daarna maakt hij pas de andere tieren. En dat is geen enkel probleem. Dat vind ik helemaal goed. Oké. Wat waren we aan het maken? Shields. Oké. Nice. Een stack. En dan doen we nog een stack. En dan gaan we van... bijna een stack. Maken we daar een ander kleurtje van. Volgens mij zijn we in eerste instantie nog maar 1 nodig. Aangezien ik mij nog niet een... Damn. Dit is wat ik bedoel, mensen. Als die chunks niet ingeladen zijn, dan gaat er van alles fout. Ik restart heel even en dan zijn wij er zo weer. Hebben jullie inmiddels al kunnen bedenken voornamelijk welke mob of dat wij van plan zijn te gaan killen? Het gaat om een nether thema. Oh yeah, dat hebben jullie goed. Het gaat om de wither. Ik wil de wither automatisch kunnen killen, aangezien wij deze modpack... een goed aantal nether stars nodig zijn. En als het goed is, is dit schild sterk genoeg, zo'n shield projector, sterk genoeg om te zorgen dat een wither hem niet kapot kan maken. En een wither is 3 breed, dus we gaan voor intern 5 breed, zoiets. 1, 2, 3, 4, 5, oké. 1, 2, 3, 4, 5, oké. Check. Oké, dan wordt dit een beetje de general size van de spawn room. En ik weet niet, hij is ook altijd 3 hoog. Dus zullen we ook maar gewoon voor 5 binnenwerks gaan. Zoiets. En zo. En tuk. Ja, dan wordt dit dus een beetje de general shape, denk ik. Oh, is dat 1 te veel? Nee, dat is niet 1 te veel. En ik zit nou al... Die is 1 te laag, oké. Ik heb nu al veel te weinig van deze shield templates gepakt. Kan ik jou ook terugbrengen naar blauw? Hij zegt ik ga groen worden, maar hij wordt blauw. Is wat mij betreft geen enkel probleem, denk ik. Weird, maar hoort erbij, denk ik. Oké, nice. Oh, wauw. We zijn nog wat van die shield templates nodig. Maar het is geen probleem, want het is alweer nacht. Oh. BRB's. En we zijn weer terug. Ik ben zelfs 3 keer heen en weer geweest om nog meer shield templates te maken. Crap, volgens mij zitten hier wel 5 stacks en shield templates in. Maar laten we eens heel even kijken naar hoe of dat dit allemaal werkt. Ik heb inmiddels een flux plug en ik heb de shield projector tier 3 aan de shield templates vast. Volgens mij werkt het zo. Ik wil dat de texture transparant is en color of the shield zwart. Kan dat? Iets? Hebben we zwart? Dat was iets van zwart. Het lijkt niet alsof de pijltjes enigszins werken. Oké, zwartachtig. En ik wil natuurlijk pass player. En optional is player name. Daar kunnen we natuurlijk gewoon kletsie van maken. Dat alleen ik erdoor ga. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Eigenlijk kan ik hem gewoon instellen op alle players die mogen erdoor. En ik wil natuurlijk dat die solid is voor hostile. Oh, solid damage. Entities that matches this filter cannot pass and get damaged. Oh wow, dat is dus dubbel op. Maar om er zeker voor te zijn, doe ik ook nog de solid hostile en de damage hostile. Ja, dus waarschijnlijk zijn deze 3 regels allemaal een beetje dubbel op. Looting, ik heb geen idee hoe dat werkt. Redstone mode is ignored. En generic damage type is player. Damage as done by player. Yep, dat is wat we willen.
Not implemented yet, oké. On to activate ignored. Zou hij het dan nou niet moeten doen? Denk ik. Shield projector tier 3. Ik dacht dat dit zo zou moeten werken. Open manual. Een simpel shield system dat ik veel te maar. Ik ga dit heel even lezen. Jullie kunnen hem op pauze zetten. Kunnen jullie verder lezen. Gevonden. Ik moest hem gewoon nog even hitten met een wrench. En. Wauw, dit ziet er best derpy uit. Maar. Zoals jullie nu zien, het is een solid shield block. En ik heb hem transparant gemaakt. Zodat we nog enigszins kunnen zien wat of dat erin gebeurt. En ik kan er gewoon doorheen. Geen enkel probleem. Ik kan erin, eruit. Is allemaal super. Is allemaal super. Dus als ik het goed heb. Als ik enigszins nog de Minecraft mechanics ken. Dan pakken wij nou wat soul sand. Oh, we hebben meer dan genoeg soul sand bij ons natuurlijk. En dan gaan we eens even kijken naar de Wither Skulls. Terwijl ik daar eens even een stekje van hebben. Als goed is er geen probleem. Nope, geen probleem. We hebben nog 3,8k van de essence. En hier heb ik meer dan genoeg soul sand. Ook heb ik daar nou een travel anchor geplaatst. Dus kunnen we hier weer makkelijk heen reizen. En volgens mij is een wither nog een beetje zo. Ik hoop dat ik hem op de goede plek heb geplaatst. Nee, het is vrij lastig om te zien. Maar ook dit kunnen we uiteindelijk ooit eens een keer automatiseren. Alleen, daar ben ik nog niet helemaal ready voor. Uh-oh, wither. Laten we maar hopen dat het werkt. Vad is, hij moet nog even inspannen. En door de random mobs hebben wij ook random withers. Dus, dude, spawn in. Oké, het leek net alsof ik damage kreeg. Hij krijgt in ieder geval wel damage. En de kabaal is insane. Maar hij kreeg damage. En hebben we loot? Hebben we loot? Oh yeah. Netherstar nummer 1, mensen. Oh, dude, wat is dit? Crump Star, Wither Crumps en Supremium Essence? Dude, wat is dit? Biomash? Oké, is dat echt alles? Culinary Generator? Oké. Biomash. Waar gebruiken we dat voor dan? No uses. Dude, maar dan krijgen we met alles. En dan krijgen we van 8 appels. Als we dat doen, krijgen we ook 8 Biomash. Dus waarvoor zouden we daar iets voor gebruiken dat... Maar misschien is het wel usable, echt usable in de Culinary Generator? Kunnen we naar kijken. Kunnen we naar kijken. Culinary Generator is altijd wel interessant om te bouwen. En zoals jullie zagen. Dit is de cheaty manier om een wither te spawnen en te killen. Boop. No damage. Herobrine wither. Oh yeah. Herobrine. Wel denk ik dat wij hier een item... Oh, ik hoef niet eens die kant op te vliegen. Een item collector nodig zijn. En oh, wauw. Doe ik weer shift en right mouse klik. Crap. Item collect. Wauw, er is heel veel wat item heet natuurlijk. Het is Minecraft. Go die. Oh, wat? Nice. Hopper. Een normal item collector. En een advanced item collector. Dan. En laten we toch maar weer gewoon een crate erbij pakken. Crate. Ja. En ja. En ja. Oké, okay, nice. Hebben we een crate en ik denk ook een sound muffler. Maar we hebben geen wool meer, denk ik. Oh, we hebben nog wel wool. Dat is geen probleem. Noteblok zou ook vrij makkelijk moeten zijn. Nice. Check, check, check. Een sound muffler, want... oh, ik denk nou over dat die witter... Ah, nee, is niet gedespawned. Nice. Wat doe ik om wit te vliegen? Zo, we zijn er. Oh, het vormt gewoon niet, zolang ik niet in de buurt ben. Hier hebben we een sound muffler. Oh, dat werkt niet op de wither. Oké. Is goed, game. Game is helemaal goed. Als jij mij wilt dwingen tot het, naar het luisteren naar het wither-geluid, dan is dat niet anders. Daar. Hier lijkt me goed. Die plaatsen we aan de onderkant. Oké, nice. En laat een beetje alles naar 10 zetten. Lijkt me goed. Volgende wither, go. Ik denk dat het midden moet zijn.
Ik heb echt geen idee. Je kunt het vrij slecht zien. 1, 2, 3. Nice. Kwetsie. Oké, super. Zandmuffelen staat. En dan zou die item collector die zou eigenlijk alles op moeten pakken. Hoop ik. Het Draconic. Volgens mij moeten wij deze hebben. Draconic Infused Obsidian. Draconium Infused Obsidian. Oké, dat is quite affordable. Maar Draconic Evolution die heeft iets met een teleporter dislocator receptable. En dan zijn we nog een dislocator nodig. Dat is ook te doen. En waar is die dislocator receptable? Hier. Draconic Core is ook goed te doen. En oeh, wauw. Eigenlijk is dat wel vrijwel goed te doen. Want een Wither, die kun je spawnen. En dus met Draconic Evolution kun je die dan ook teleporteren. Met die portal die of dat ik je net liet zien. Die is natuurlijk niet alleen om Withers te teleporteren. Maar we hebben hier een goede ruimte om hem te killen. En als we nou hier net zo'n soort ruimte creëren. Daar wordt hij dan automatisch gemaakt. Dan wordt hij geteleporteerd. Oeh, foutje. Maar dan wordt hij geteleporteerd. Voordat hij vormt, dan start hij dus daar en dan gaat hij automatisch dood. Dat lijkt mij best wel een goede setup. Ja. Nice, hij pakt alles op. Die netherrack natuurlijk ook. Supremium Essence, Crumb Star en al 4 netherstars mensen. Jullie dachten dat dat moeilijk zou worden. Heb je verkeerd gedacht. En ik denk zelfs dat we dit helemaal kunnen gaan automatiseren. Sterker nog, ik weet het wel helemaal zeker. En ik denk dat we dat even gaan doen. Dat ik even de materialen bij me kan halen. Aangezien we ook alweer een keer moeten slapen. En ik vlieg weer die kant op zonder dat er een reden heeft. Maar, ik ga die spullen even klaarmaken. Die spullen even klaarmaken voor die Draconic Teleporter. En dan gaan we dat eens heel even testen, mensen. Dan gaan we dat eens even proberen. En ik dacht ook dat we daar een shield generator voor nodig waren. Maar misschien is dat wel helemaal niet nodig. Hoewel, laten we eens even checken. Hoe zitten we met onze power? Oeh. Ja, ja, ja. Het shield is wel een insane drain op onze power. Dus eigenlijk moeten we even zorgen dat we die aan en uit kunnen zetten. Off to activate, on to activate. Oeps. Dat ging natuurlijk niet helemaal goed. Nou hebben we een Wither die los rondvliegt. Die ik denk ik niet dood ga krijgen. Ik heb nog niet het Wither effect. Ik heb al wel het Wither effect, maar ik hoor het geluid natuurlijk niet. Ik moet hier weg. Auw. Ik ga dit eens even fixen, mensen. Daar zijn wij zo weer. Oh, mijn hele schip kapot. BRB. De onderzeeër is gefixt. Ik hoop ook enigszins goed. Wither, mijn grote vriend. Hoe heb ik hem verslagen? Niet. Ik heb gewoon gewacht tot hij de void inzakte en doodging. Wel, denk ik nu een setup klaar te hebben. Waar we de Wither enigszins iets meer automatisch mee kunnen spawnen en doodmaken. Ik heb hier 7 placers, autoplacers van Actually Edition staan. Die zijn niet Witherproof. Daarachter heb ik item conduits zitten, maar daar heb ik verder nog niks mee gedaan. En ik heb redstone conduits. De bovenste 3 staan op zwart. Nee, dat is de item conduit hier. Redstone conduits, ze staan op mode in-out. Heel belangrijk op mode in-out, anders werkt het niet. Color is black en een strong signal. Die staat wel op strong signal. En deze, die staan weer niet op strong signal. En dat had ermee te maken dat op het moment dat die geactiveerd werden met de strong signal, dan werden die ook geactiveerd. Dat wil ik niet hebben. En dan gaat hij hier naar beneden naar eigenlijk een vrij simpel redstone circuit. We hebben hier een timer van Dark Utilities. Die staat op 400 ticks wat inhoudt 20 seconden op het moment. Laten we dat maar eens heel even veranderen naar iets van 950 seconden. Dat is 41 seconden. Dat is goed. 950 ticks, 41 seconden. Die geeft na, volgens mij is het 45 seconden, maar het kan aan mij liggen. Maar die geeft hier op het rode kanaal een strong signal af. En
Dat rode kanaal triggert hier de redstone repeaters. Die staan alle vier op een 3 tick delay. Had ik het dan ook met 3 met de 4 tick delay kunnen doen. Ja, dat was hetzelfde geweest. Maar dit werkt. En die geeft hier dus op het rode kanaal een signal. Dat wordt hier 3 tikken vertraagd nog een keer. En dat gaat zo, wordt het nog een keer 3 tikken vertraagd. En dan gaat die over naar het zwarte signaal. Dus deze 12 ticks. Ja, deze 12 ticks is het verschil tussen de onderste 5 places die SoulSand doen. En de bovenste 3 places die Witherheads doen. Nou hoop ik dat deze autoplaces werken. Ik weet het niet zeker. Anders zullen we toch in een andere mod moeten gaan. Het gaat om dit idee. Hieronder heb ik dus een portal gemaakt met Draconium Infused Obsidian. Recipe hadden we bekeken. En ik heb hier een Dislocator Receptable. Daarin zit een Dislocator. Die heb ik daar in het Force Field geklikt. Shift-right-klikt. Waardoor die dus teleporteert naar hier in het Force Field. Ik zou het kunnen laten zien, maar dit reinforced glass is lastig om te breken en te maken. Dit reinforced glass, als het goed is dat witherproof? Witherproof glass. Dus dat hopen we. Eigenlijk zou dat niet nodig moeten zijn dat dit witherproof is. Want als het goed is de boss al geteleporteerd voordat hij überhaupt explodeert. En nu heb ik hier een lever. Zodra ik deze lever omhaal, gaat hier de timer lopen en gaat daar het force field aan. En ik heb het op deze manier, zodat ik het ook gewoon echt uit kan zetten. Zoals jullie zien, het force field staat nou aan en de timer die loopt. Nou lijkt 45 seconden vrij veel, maar als je elke 45 seconden een witherboss spawnt, dan is dat genoeg. Dat is denk ik echt wel genoeg. Ik heb dus verder hier nog geen auto item placement in gedaan. Ik heb de onderste 5 gewoon volgegooid met soul sand en de bovenste 3 zit een stack aan witte skeleton skull in. Dat houdt in dat we 64 witters zouden kunnen killen op deze manier. Zouden kunnen is voornamelijk de nadruk. En nu lijkt 45 seconden vrij lang, want dit is de eerste keer dat ik ga testen met een wither er daadwerkelijk in. Oh, 5, 4, 3. Hij zou elk moment moeten komen. Elk moment. Klik, tik, tik. Tik, tik, tik. Ja. Oké, okay. Gaat de soul sand. Oké. En hij is geteleporteerd. Oeh, aan de lage kant. Nope. Perfect. Perfect. Is daar wel één soul sand extra, maar een soul sand is natuurlijk geen enkele ramp. Ik vraag mij af of die wel snel genoeg vormt en doodgaat. Oké, hij gaat in ieder geval snel dood. Dat werkt. Dat werkt in ieder geval. Oké, ja. Dit is heel erg lekker. Er zouden dus gewoon 25 seconden hier nog van af kunnen. Dus dan zouden we hem terug kunnen brengen naar iets van 400 ticks, zoiets. Daar zouden we hem dan naar kunnen veranderen. Is misschien wel heel erg snel, maar we kunnen het proberen. We kunnen het... Oh, hij heeft al getikt. Oké, nice. Die willen worden geteleporteerd. Zoals jullie zien, dit witherproof glass was dus eigenlijk gewoon helemaal niet nodig. Kaptein Nana. Oké, Kaptein Nana. Oh, awesome witherskin. Awesome witherskin. Ziet er super, super gaaf uit. En ik krijg wel de blast, maar ik krijg er geen damage van. Oké, ik krijg lekkere damage. Oké, hij is dood. En de volgende, die is er al. Oeh, 400 ticks is wel heel erg krap. Misschien moeten we dat even aanpassen naar 450 dan. En natuurlijk is het weer nacht. Gelukkig hebben we hier een beetje verlichting. Dan kunnen jullie in ieder geval goed zien wat of dat er gebeurt. Pick Wither. Oh, wat cool. Wat cool. Alleen, ik denk dat dit wel een hele erge strain is op onze... Power supply en er is één klein foutje in mijn systeempje natuurlijk. Natuurlijk zul je altijd weer zien. Oké, die moeten we dan zo houden. Nee, die moeten we helemaal niet zo houden. Deze moeten we hier. Want deze geeft nou geen signal. Dus als ik die dan breek, blijft mijn shield aan. Want ik kan hem nu niet uitzetten. Als ik hem nu uitzet, gaat mijn force field onmiddellijk uit. En de witters die blijven nog komen.
Dus dat is een klein foutje in mijn ontwerp. En ik denk dus toch dat het hoe dan ook een twee-lever design zal gaan moeten worden. Maar als ik deze lever nou aanzet, zet hij daar alles uit. En als ik deze breek, zou dat schild gewoon moeten blijven zitten. Nice. Dan ga ik deactiveren, waardoor deze timer weer gestopt wordt. Op 7 seconden. Dan gaat die bas dood. Nice. Nice, nice, nice. Helaas wordt het dan dus wel een twee-lever systeem. Dat ik mijn schild dus apart uit moet zetten. Of we moeten daar ook gewoon een timer tussen zetten. Maar ik had nog een beetje issues met de timers. Oké. Een beetje fake XP is geen enkel probleem. En heb ik alles opgepakt? Ik heb alles opgepakt. We hebben in die korte tijd even 5 netherstars gefarmd, mensen. 5 netherstars. Ongelooflijk wat vet. Wat super gaaf. Laten we eens even checken wat voor power drain dat is geweest. Wauw. Laat in basis, alsjeblieft. Dat was maar 20 miljoen RF. Oké, dus dan zouden we nog 20 widderbosses kunnen doen. En als wij deze dingen uitzetten. Oh, dude. Problemen met laden. Problemen met laden. Laten we eens gaan slapen. Misschien wordt het dat beter. Oké, nice. Ik heb ook mijn chat weer aangezet. Aangezien we toch... Oh, wauw. We hebben te veel chickens. Echt te veel. Maar goed. Ik heb de chat weer aangezet. Gezien we toch niet meer op het server spelen. Kan de chat wel weer aan. Dan wordt de chat niet meer gespamd. En ik heb hier ook een drum toegevoegd. Auw, daarvoor staat... Klein foutje in mijn ontwerp. Heb ik blokken bij me? Oké, ik heb blokken bij me. Oh, dit is toch niet helemaal zo'n... Nee, oké, dit werkt. Dit is voldoende, gelukkig maar. Ik schrok al. Maar ik heb een drum geplaatst en de aflevering duurt weer te lang. Maar wat kan gebeuren? We hebben net een auto witherkiller gemaakt. Ik heb hier een drum geplaatst en er kan 4 miljoen buckets aan lava in. Dat is alleen maar om te zorgen dat ik iets sneller obsidian kan krijgen. En ik heb onder de crucibles heb ik firewater geplaatst. Zal ik je zo laten zien hoe je dat maakt. En daardoor gaat de crucible op 8 keer speed in plaats van op 4 keer speed. Dus dat is natuurlijk al een hele grote verbetering. En hier met magma blocks. En magma block is eigenlijk vrij simpel om te maken. Is gewoon 4 magma cream. Oh, dat is magma cream. Use van magma cream. Wauw. Oké, wauw. Ik doe even zo. Magma block is gewoon 4 magma cream en dan krijg je magma block. Dan plaats je een stone barrel op, doe je water in en krijg je fire water van. Dus dat heb ik even gedaan om die crucibles wat sneller te laten gaan. Zodat we wat sneller lava zouden krijgen, zodat we wat sneller obsidian kunnen krijgen. Dat waren wij natuurlijk nodig voor onze draconium portals. Super, super gaaf mensen. Oh, die is useless. We kunnen natuurlijk ook gewoon boom en... Die even weg. Oké, ja, dit moet ook werken, hoop ik. Gelukkig kunnen we hier 5 veilig mee experimenteren. Strong, en dan doen we hier gewoon nog een level bovenop. Dit kost gewoon wat extra power en verder niet zo heel veel. Oké, nice. Zetten we die aan. Zetten we die aan. Laten we hem nog heel even draaien. Hou ik mijn power wat in de gaten. Dat komt helemaal goed. Farmen we wat netherstars. Ook dat komt helemaal goed. Die gaan we de volgende aflevering zeker weten gebruiken. En hopelijk verwijderen dat ook. Dit geluid. Hopelijk verwijdert dat het. Dames en heren, wij zijn aan het einde van de aflevering. Aan het einde van de aflevering, helaas. Maar we hebben een super gave auto wither killer gemaakt. Ik ben er heel erg blij mee. We hier in onze nether submarine, onze hell submarine, onze onderwereld onderzeeër. Hoe of dat we hem exact gaan noemen, weet ik nog niet helemaal. Maar ik ben zeer, zeer tevreden mensen. En de loot is insane. Insanely goed. Dames en heren, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Ik heb er enorm veel van genoten. Als jullie dat ook hebben gedaan, vergeet niet om dat duimpje omhoog te geven. En de aflevering duurt alweer wat langer. Maar ja, kan gebeuren. Vergeet niet te abonneren op het kanaal. Vergeet niet de meldingen aan te zetten. Wauw. Maakt mij niet zoveel uit wat jullie doen, mensen. Ik hoop in ieder geval dat je ervan hebt genoten. En tot de volgende keer. Appetje home.